Mijn vraag is, zit er een volgorde in de afspraken die gemaakt worden? Concreet, er staat een maatregel om een asielcrisiswet te maken. En tegelijkertijd staat er natuurlijk ook de maatregel om de spreidingswet in te trekken. Nou heeft Remkes bij WNL op zondag gezegd, ja, je kan niet het ene eerst doen en dan pas het andere. Dus eerst moet de instroom omlaag en dan pas is het redelijk ook om een spreidingswet in te trekken. Zit daar een volgorde in of niet? Nou, ik hoop vooral dat het kabinet volop aan de slag gaat. Ook met de pagina's daarna die daar staan, die de heer Bontebal nog niet noemt. En dat betekent dat er heel veel stappen zijn die gezet kunnen worden. Aanpassen van onze eigen wetten en regels om ervoor te zorgen dat we als land minder aantrekkelijk zijn dan de landen om ons heen. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk minder mensen naar ons land komen. Dus een nieuwe bewindspersoon zal en aan de slag gaan met die asielcrisiswet. In het verlengde daarvan hoort conform het akkoord ook het intrekken van de spreidingswet bij. Maar ik zou niet willen, maar dat is aan het kabinet, maar mijn wens zou niet zijn dat de bewindspersoon vervolgens wacht en een keer over 2 jaar aan de slag gaat met het aanpassen van onze wetten en regels die nu kunnen. Het kan nu anders. Het had al anders gemoeten. De VVD vraagt hier al jaren om. Ik denk dat heel Nederland inmiddels daar echt om vraagt. Zorg nou dat je regie pakt en dat je de grip op krijgt. En dat is wel wat nu echt voor ligt. En daarom denk ik ook dat deze samenwerking ook onder andere nodig was. En als je de zetels optelt, door de kiezer een richting is aangegeven. Omdat kiezers het ook zat zijn dat we daar geen regie op pakken. Voorzitter, meer grip op migratie willen heel veel partijen, ook het CDA. Ook de instroom omlaag als dat lukt. Maar de vraag naar de volgorde heeft u nog niet beantwoord. Want asielcrisiswet, die pakt u nu even, maar dan pak ik hem even iets breder, ook over de pagina's die u daarna noemt. Moet je niet zeggen dat je eerst aantoonbaar de instroom omlaag hebt gekregen alvorens je de spreidingswet intrekt? Want anders weet ik wat er gebeurt, en dat weet eigenlijk iedereen in deze Kamer. Dan liggen de grasvelden bij Ter Apel gewoon vol. En is dat eigenlijk niet hele cynische politiek om het zover te laten komen? Nou, ten eerste denk ik dat ik inderdaad met CDA ook een eind was gekomen in stroombeperkende maatregelen. Maar uiteindelijk zijn we er in de coalitie met z'n vieren niet uitgekomen, de vorige coalitievoorzitter. Afgelopen zomers heeft Ter Apel ook volgelegen en hebben mensen ook in het gras geslapen. En dat vind ik inderdaad heel cynisch. Ik vind dat echt een schande voor Nederland. En dat vind ik niet alleen voor de mensen die in Ter Apel werken, wonen, leven. Maar dat vind ik ook voor de echte vluchtelingen voor wie wij nu geen plek organiseren. Ik vind dat verschrikkelijk. Door geen grip te pakken, door geen regie te voeren, door niet duidelijke keuzes te maken als Rijksoverheid, al jaren dat te negeren. Zorgen we ervoor dat echte vluchtelingen ook in de steek worden gelaten. En juist met deze paragraaf, juist met al die maatregelen die erbij horen, gaan we wat mij betreft ook zorgen dat we er zijn voor de echte vluchtelingen, voor al die mensen die in Ter Apel wonen, werken en leven. Dat is wat het verhaal is. En daar sta ik ook ongelooflijk achter. Dit is als wat we VVD al heel lang vragen. Vervolgens denk ik dat die crisiswet zo snel mogelijk gemaakt moet worden. Er hoort inderdaad bij dat de spreidingswet daarvan in het verlengde wordt ingetrokken. De spreidingswet is vandaag ook niet geëffectueerd. Het zou pas volgend jaar in de lente kunnen gaan werken. En ik denk dat of dit akkoord nou bestond of niet, het zou deze zomer sowieso weer heel zwaar worden in Ter Apel, zoals we afgelopen jaren zagen. Dus het wordt echt tijd dat we hier de regie pakken. Dus wat mij betreft gaat die bewindspersoon met al die elementen aan de slag. En tenslotte, want ik begrijp waarom de heer Bontebal deze vraag aan mij stelt, want als VVD hadden wij liever die spreidingswet veranderd willen zien. Dat weet de Kamer. We hebben het eindeloos geprobeerd. Dat is ons niet gelukt. Ja, en in een onderhandeling met 4 partijen kom je vervolgens tot de constructie zoals die nu staat. En ik kan het nog steeds verdedigen, omdat het mij er ook om gaat dat we eindelijk die stappen zetten om ervoor te zorgen dat minder mensen hier naartoe komen. En dat we er dus ook kunnen zijn voor de echte vluchteling. Zoals het ook in het akkoord staat overigens. Ja, maar de VVD loopt dus bewust het risico toch dat de rest nog niet lukt van die pagina's die u noemt, maar dat wel de asielketen helemaal dicht komt te zitten. U zegt net 3 betekenisvolle woorden in het verlengde daarvan, toen u over de asielcrisiswet begon. Mag ik daar dan uit concluderen dat als dat lukt, in het verlengde daarvan, dus als dat lukt en effectief is, dat dan pas de spreidingswet weer op tafel komt? Voorzitter, ik vind het echt aan het kabinet om dat in te vullen. En wat de heer Bontebal zegt, daar loopt de keten vast en dan hebben we echt een probleem in Ter Apel. Dat hebben we nu al zoveel jaar en het is zo urgent, het is zo actueel, dat we met het demissionaire kabinet zoals we zitten er met elkaar niet uit zijn gekomen. Maar de situatie is al zo. Wat dit akkoord doet,
is dat hopelijk, en dat is mijn inzet, ten gunste aanpassen, veranderen. Maar feit is wel dat het demissionaire kabinet zoals het zit die problemen niet heeft kunnen oplossen, omdat we het niet met elkaar eens werden. En dat steekt mij, want daarmee laten we dus die echte vluchtelingen in de steek en al die Nederlanders die daar zo hard werken en wonen en hun best daar doen ook in de steek. En dat is gewoon niet fair. Dus er is niemand, dagen uit, er is echt niemand die kan zeggen, nou, als ik nu kijk naar de asielketen in Nederland en naar Ter Apel, het loopt wel lekker, waar heb je het over, Jesse Lus? Dat kan niet. Dus wij proberen het hier te veranderen.